Goedemiddag allemaal. Het is vandaag dinsdag 23 oktober 2018. Het is nu 3:15. Karin ligt nog in de bed. Alweer. Bij te komen. Vanochtend eventjes veel gedaan. Schoonmaker geweest, bezoek geweest. Eigenlijk niet toegekomen aan te vloggen. Maar wens jullie vast heel veel kijkplezier. Nou. Mijn haar is nog niet gedaan, maar oké. Maakt niet uit. Ik kan nog niet praten en lopen eigenlijk tegelijk. Het kan wel, maar ik wil mijn conditie verdelen. Maar ja, ik loop buiten. Dan wel met dit even erbij, maar dat maakt niet heel veel uit. Ik loop. Ja, en hij loopt lekker met de hondjes. Nee. Hi schat. Hi. Hoe vind jij en dat ik het doe? Sorry? Hoe vind jij en dat ik het doe? Ik vind dat je het heel goed doet. Bijzonder goed. Dat is mooi. Het is nu de dinsdag, nog geen week na de operatie. Ja. En je loopt alweer kilometers. Vind ik toch wel bijzonder. Nou, kilometers. Ja. Je hebt gisteren al 3 kilometer gelopen. Nee. Eén ruk door. 3 kilometer niet. Ja. Dat is 3 kilometer, ja, de teller. Nee. Nee. Nou ben je hem even kwijt. Dat mag. Ik laat hem wel straks even zien. Oké. Okay. Heb je nog wel flink eind gelopen gisteren? Ja. En nog ietsje extra ook. Toen ben je pas in die rolstoel gaan zitten. Ja, dat is leuk, hè? Dus is mijn handvat als ik dus echt moe ben. Het is hier gesnoeid.nl. Rustig. Ja. Loop jij maar alvast voor, want dan kun je ze naar binnen knallen. En dan zie ik je zo meteen dan bij de deur wel. Allemaal. Zoals jullie hebben gezien heb ik een lekker blok gelopen. Ik heb bijna, even kijken, mag ik niet liggen? Nee. Ik zal eens even kijken. Bijna. En bij mijn mama. Ik heb 1:27 gelopen en 20 seconden. En 3,58 kilometer. Ja. En gisteren heb ik qua tijd 25 minuten en 53 seconden gelopen. En 0,84 kilometer met hem bijna. 3 kilometer, zegt hij.
Toch? Bij mij 3,5. Ja, maar over gisteren had jij het ook even ja, iets. Ja, ik dacht 3 kilometer, maar dat was niet met een 3 kilometer. 25 minuten en 53 seconden. Toch een 53. Ja, precies. Nou, hij gaat even lekker naar zijn huisje. Ja, plantjes water geven. Ja, plantjes water geven. En hij gaat de hondjes even meenemen. En dan bel ik hem weer om 9:45. Joe, kom maar. Moet. Ja, nu. En dan is het strakjes saampjes goede tijden kijken. En dan is het slapen. Ja, dan, en dan kom je hier al naartoe met de hondjes een stukje lopen. En dan is het goede tijden kijken. Dus dat en dan kijken of we nog eventjes even straks een kleine weer kunnen lopen met z'n tweeën. Met z'n tweeën? Ja. Oké. Okay. Wil ik met mijn eentje lopen, maar zo zijn. Ja. Nee, je hebt een beetje beweging, want ik zie nou dat er... Even kijken, ik heb net gemeten het flesje. Ja. En dat is een 5 milliliter bijgekomen, geloof ik, in, sinds 12 uur. Ja, dat is 9 uur. Ja. En zou dat betekenen dat het, als dit zo doorgaat, dit tempo, ja, dat de volgende 9 uur weer 5 milliliter is. Ja. En dan hebben we nog 6 uur over voor nog 5 milliliter. Dus je hebt 15 milliliter. Dat is minder dan 20. Ja, en dan als het goed is, dan kan hij er morgen uit, hoop ik. Ja. Ik ga er niet vanuit. Sowieso niet. Maar we hopen het wel. Ja, en ik had zoiets van, nou, misschien eind de week is hij eruit. Ja. En wanneer, hoe ver voor het eind van die week, dat weet ik. Maar vrijdag. Nee, maar we hopen sowieso en dat hij de voor maandag uit is. Want ik wil wel even maandag eventjes mijn hoofd laten zien op school. Dus anders gewoon met OV, want ja, ik mag nog niet fietsen. Dus en dat stuk is toch nog wel een beetje, denk ik, te ver te gaan lopen voor mij, denk ik. Dan kunnen we de rolstoel meenemen. Ja. Ja, maar dan denk ik eerst eventjes en dan gewoon, want ik wil wel eventjes aan de dames even helpen, denk ik. Of zo. Ja, maar ik had toch met zo'n rolstoel. Zet je de rolstoel daar binnen neer in het kantoortje. Ja. Ik kan gewoon de dames helpen. En als je dat goed genoeg vond, dan ga ik weer teruglopen. Ja. Op het moment zegt, nou het is genoeg, dan ga je weer de rolstoel in zitten. Ja, dat kan ook. Dan heb je toch een beweging. En anders dan gaan we gewoon met OV. En daar kan ook een rolstoel in hoor. Alleen als het eventjes inklappen. Pas en vooral in deze oude rotrems, dan is hij even inklappen. En dan is het even overstappen en dan dat en dat kleine stukje, dat, en dan kan ik wel weer lopen. Dus toch maar een klein rotstukje daar naartoe. Dan lopen we dat grote stuk en gaan we een klein rotstukje met de tram. Ja, dag! Die spoort ook echt niet hoor, die daar hier. Hij hier, dat spoort niet, deze vent hier. Ja, jammer joh. Ach ja. Maar we maken er gewoon weer de beste van. Ja toch, precies. En ik voel me gewoon wat lekkerder. Ja, beter als vrijdag, zaterdag, zondag en gisteren. Dus. Donderdag. Ja, ook dat. Ik heb er helemaal doorheen. Voor je op. Ja. En ik ook. Ja, precies. En ik in de tent. Wel nee, rustig aan. Dan komt alles wel weer goed. Hé, jeh. Ja, hè, toch wel, hè. Een hele goede morgen bij deze gloednieuwe vlog. Ja, gisteren hebben we niet afgesloten, maar volgens mij niet. Maar oké, dat maakt even helemaal niet uit. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is nu woensdag 24 oktober. Het is nu 9:57, dus bijna 10 uur. Ja, Ro is al even bezig met de kleed netjes op de bank te doen. Ja, en ik heb hier een broodje, een theetje. Dus dat ga ik even lekker nuttigen. Want zometeen komt mijn begeleidster Christa weer. En nee, die mogen niet gevlogd worden in verband met hun werk. Ja, dus daar hebben we gewoon... het maar mee te doen en daar, hoe heet dat, daar mee te doen en te laten, ja, of zo. Een hele goede middag allemaal, zo. De camera die gaat gelijk moeilijk lopen doen.
Ja, ik ben moe inderdaad. Ik ga ook zo meteen even weer liggen op een bedje. Zo, het lijkt net of ik een lopend lijkbeentje. Maar oké, maakt niet uit. Ik ben nog herstellende. Ik heb nog een drain aan mijn lijf vast. Dus, wacht nou op Roderick. Ik heb nou net Christa, die is ook nu net weg. Renske van de gemeente is weg. Ja, ik krijg een extra urenpakket, pakketje plus. Ja. Dan komt zometeen tussen om twee uur de hulp van Roderick hier. En tussen 2 en 4 krijg ik nog een gewone voor mijn raam. Dus krijg ik nog een pakketje tussen 11:55 en 13:55. Dus ik ben blij als Ro hier al is, want ik sta te zweven op mijn poten. Vind je het nou echt nodig om hier te gaan kluiven? Achter mij. Ja, dat vindt ze nodig. En deze ligt lekker bij me, hè, meisje? Ja, dat is papa. Dat is papa. Dat is papa, hè, meisje? Ja, dat is papa. Ja, dat is de baas. Dat is de baas. Ja, mijn pakketje komt er zo aan. Joepie. In dat busje daar, oh, daar zit mijn pakketje in. Daar zit mijn pakketje in dat busje. Zal ik hem wel zo meteen zeggen? Als ik een pakketje heb, even blijven wachten, want ik ben niet zo snel. Hé, hey, grote vriend! Ja, is goed, jongen. Kom er zo aan hoor, ja, is goed. Kan ik hem gelijk even instrueren. Daar gaat de buurman, doei. Hi. Hey. Ik zie er niet uit, nee, dat weet ik. Nee, dat ziet er nog prima uit. Nee. En je leeft zo een beetje. Ja, dat maakt niet uit. Hoe gaat hij met jou, moe? Ja, best wel. Ja, ik ook, is goed, ja. Je ziet er niet uit. Nou, fijn, dankjewel. Nee, maar ik zie er ook niet uit. Stilte. Zien we er allebei niet uit? Nee, dan toch weer wel. Hè? Huh? Dan toch weer wel. Nee, zien we er allebei niet uit. Ja, maar spoelt dat nou. Ach, ja, bij ons. Is leuk. Is handig. Een beetje cameravrees op. Koudwatervrees. Ga je gewoon vloggen dat je nu live bent op je eigen telefoon? Ja, dat is leuk. Prima, dat is leuk. Kun je dat er meteen eraan vastmonteren? Ja, daarom. Ook leuk. Hey. Ja, top. Dus dan gaan we jou gewoon lekker vloggen. Ja, nou door ons. Leuk. Ja. Oh ja, inderdaad nog eventjes een vraag. En dat heeft even helemaal niks met de update te maken. Wij hebben dus zo'n Lumix camera. Mijn moeder die heeft dus ook een lamp bij, maar die vind ik helemaal niks. Sienne, wat voor lamp kunnen wij hier ook erbij doen met zo'n stil wat jij erbij hebt? Ik heb die vlog gezien van jou. Maar zou jij die vlog eventjes, de link waar je dat hebt vandaan hebt, eventjes naar ons toe willen mailen? Ons e-mailadres die staat altijd onder onze vlogs. Dat is Karin Rot, apenstaartje. Nee? Vloggen Karin Rot. Vloggend Karin Rot, apenstaartje gmail.com. Anders zet de link maar even door. Ja, daarom. Nou,
Ja, toen was ik er weer. Ja, zegt dit. Ja. Nou, mensen, ik ga sluiten. Ik ga even rusten voordat er straks over 3 kwartier weer bezoek voor de deur staat. Yep. Ik wens jullie allen, wanneer je dit ook maar kijkt, een fijne ochtend, een fijne middag en een fijne avond. En een fijne nacht. En een fijne nacht. Dat allemaal weer. Dus dank jullie wel voor het vertrouwen in ons. Heb je nog leuke suggesties? Laat het even weten, sowieso. En als je nog niet bent geabonneerd op de namen die ik net zei, doe dat dan nog even. Want hoe meer we elkaar helpen, hoe beter het is. Ja, want we zijn toch, we zijn en we blijven één grote familie eigenlijk. Ja, vlogfamilie. Ja, ja, het, ja, maar het is wel zo. Ja, natuurlijk. En we vloggen, maar we zijn dan eigenlijk wel een hele grote familie. Ja. Dus ja. Dus ja, maar keer, en iedereen en die vlogt gewoon wel weer op en op zijn eigen manier. Ja, we gaan ons allemaal een keer tegelijkertijd live gaan. En dat gaan vloggen dat je kijkt bij elkaar wie er live is. Zit je naast een paard, staat elkaar, iedereen is live, dan kun je lekker met live met elkaar wandelen. Is leuk. Ja, daarom. Dat is grappig. Ingewikkeld, maar wel leuk. Dat heb ik een keer gedaan, toch? Met, weet je, Ja, die, hou op schijnen. Ja. Ja, precies. Maar mensen, dank jullie wel voor het kijken. En ik zie jullie de next time weer. Als ik weer misschien online ben of we gaan live. Maar voor nu eerst weer gewoon even de normale vlogs. En deze gaan gewoon vandaag gewoon online. Gewoon weer verwerken. En dan zien jullie om 4 uur weer een nieuwe vlog. Dank jullie wel. En tot later maar weer. Zeg ik reisje. Kruisje druk, sluit. Boe. Ja, boe. Hi. Ja, nou zoals jullie zien ben ik dus met eten bezig. Want aardappelschillen kan ik dan weer wel. Ik kan ook gewoon zitten, maar nog niet al te lang. Ik merk wel dat ik zo meteen alweer even moet gaan liggen. Sowieso. Maar gewoon even lekker aardappeltjes schillen. We gaan lekker spinazie eten, à la crème. Daar lekker visje bij. Zalm. Lekker zin in. Lekker gezond. Dus ja. Dus dan doen we dat maar even, hè. Ja, vanmiddag was ik dus even live. Dus even wel even leuk. Yep. Dus ook wel even fijn verlijfd te zijn. En ik heb eventjes een boeketje voor de hummeltjes besteld. Want Deborah die heeft een ongelukje gehad. Dus ja. En dan wil ik vanavond nu even knutselen of hier gewoon aan bed. Eventjes lekker met de bruiloft dingen weer bezig zijn. Ook wel fijn. Dus ja. Even een aardappeltje pakken hier al tussenuit. Weer een aardappeltje pakken, even tussenuit. Bleef nog niet. Mooi. Die pakken. Die pakken. Zo, ja, het is wat, het wordt een beetje donker, maar dat mag de pret niet drukken. Zo. Dat is ook niet gezond hoe je zo met je auto omgaat. Maar oké, wie ben ik? Ik weet eens niet of ik vandaag post heb gehad. Daar kijk ik ook eigenlijk even elke dag naar. Post in mijn brievenbus. Maar ook dat doet er ook niet altijd. Die vergeet dat nog wel eens en ik ben wazig. Ja, nou daar was ik weer. Oh, prima. Hehe.
kan een hele hoop wel, maar ik moet wel nog even uitkijken voor mijn litteken. Dat zeg ik, ik ben al wel snel moe. Maar dat is logisch. Ik ben nu 5 dagen post-operatief. Kijken, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Ja, 5. Dus ik mag niet klagen. Ik doe het goed. Voor mij doen. Ik lig al aardig op mijn zij. Dus ja. Ik zou morgen, als ik me goed voel, eventjes een vlogje opnemen. Voor de buikwandcorrectie. Deel 4. Mijn schoonmoeder komt ook vandaag. Zometeen straks rond 6 uur. Zullen we vragen of je zometeen even de lichtjes aan wil doen. Ook gezellig. En ik kan nog niet zoveel praten en inspannen tegelijk, dat is ook te veel energie. Dus ja. Nou, het is hier al heel donker in één keer. Bijna klaar, het laatste aardappeltje. En dan mag Ro weer tillen naar de keuken toe. Ook prima. En ik heb mijn buikband volgens mij een beetje te ver naar beneden. Ik denk dat het daarom zoveel pijn doet. Dat denk ik wel. Zo. Ik mag niet tillen. Nee. Maar dit zijn de aardappeltjes. Ja. Ik neem jullie gewoon even gezellig mee. Ja, ook leuk. En toen was het alweer droog hoor, buiten. Ja. Lampje aan. Zie je tenminste wat? Nog een lampje aan. Zie je nog meer wat? Zo, en ik stink. Oh, lekker. Ja. Die daar. Even kijken, die hier. Yep. Ah, joh, gewoon weggooien die handel. Dat? Ja. Ja, kom bij de plek. Hoe gaat ie met jou? Ja. Gaat wel, denk ik. Vertel. Ik mis een pan. Hoezo, een pan? Een koekenpan. Ja, nou? Altijd tuin. In de bank zit er niet. Nee, maar Marion, ik bedoel, Christa heeft ook een beetje afgewassen. Een beetje. Zo. Aardappelen staan op. Spinazie staat op. En daar zit boter in. Voor onder andere voor vlees voor Ro en vlees voor mij. Dus eerst gaat dit erin. En dan dit gaat erin. En anders pak ik nog een pannetje erbij. Jip. En hij is uien aan het pellen. Tot zover, hè? Ik ben er. Oh, jongen. Hij is goed bezig. Kun je nog eieren hebben, trouwens? Ja, daar ben ik weer. Karin is er ook. Hi, Karin. Hi. Jij bent nog even bezig met je wondverzorging. Ik heb een meevallertje gehad met mijn werk. Ik heb 50% toeslag, dat is heel mooi. Dus dan denk ik wil graag
bij de tijd zijn, want mijn oude horloge is stuk. Dat is jammer. En ik wil graag gewoon een digitaal horloge hebben. Waarvan dus ook de dag en datum aanduiding aanwezig zijn. Dus ik dacht, mooi horloge. Kijk. Heel mooi zelfs. Dus even kijken, Hup. Bij de bol.com. Nee, ik word er niet voor een sponsor. Maar tot mijn verbazing staat er ineens geannuleerd bij. En hij is niet meer leverbaar. Heel irritant. Dus ik kijk mijn bestelstatus. Even kijken. Ik wil een horloge hebben. Ik wil dat bestellen, maar op een manier lukt dat niet. Dus dan doe ik het nog een keer. Ik krijg een ander horloge. Deze. Dus pas bij betaling zeg van, hé, dat klopt niet. Die wil ik hebben. Maar die is nu geannuleerd, die bestelling. Dus op een manier is het niet goed. En deze, nu dus wel. Dus wordt het morgen mijn nieuwe prachtige horloge. Bizar. En allemaal dankzij de bol.com. Dank jullie wel even. Er was een probleem. Ik zeg van, nou, even contact opnemen via de chat. Live chat met de bol.com. Dan krijg ik Marleen aan de lijn op de chat. Die regelde een en ander. Zeg van, kijk, probeer het nog eens een keer. En ja hoor, het lukt. Dankjewel Marleen van de bol.com. Ja, ik wil jullie nog danken voor het kijken. Vinden jullie deze video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje. Vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier op beneden. Nee. Je hebt een leuk belletje als je die aandoet. Blijf jij op de hoogte. Ja, en laat een leuke reactie achter. Of geen leuke reactie. En als je deze vlog nou leuk vindt. Doe dan eventjes een blauw duimpje naar beneden. Hè? Verderop? Ja, precies. Vooral doen, Julia. Is goed. En dan zeggen we, dank jullie wel. Oh, kijken. Dank jullie wel en tot morgen. Tot morgen. Doei.